En van de week, zullen we zeggen, hebben we weer zo'n geweldig momentje meegemaakt. Hè, dat we dus in aanraking kwamen met Douwe Veldhuis. Die zei, ik heb nog een mooie Melker. Zou dat wat zijn, zullen we zeggen, voor het museum? Nou, wij vonden dat natuurlijk ontzettend leuk. Ik sta hier met Riek van Dieremen bij een prachtige paard en wagen. U bent voorzitter van het Forus, heb ik net gehoord. Kunt u wat meer vertellen hoe u hier aan gekomen bent en wat de betekenis hiervan is? Nou, het is zo dat wij van de week kwamen van aanraking met Douwe Veldhuizen. En hij maakte ons bekend dat hij nog een melker heeft, een melker. En die wil hij dus schenken namens hem voor het museum, het Forus. Nou, wij zijn daar natuurlijk ontzettend dankbaar voor, want dat is een melker die in wezen in de jaren, zeg maar, 1960 dagelijks werd gebruikt. Voor gingen ze naar het weiland toe en hadden ze die melker nodig om naar het weiland te gaan om die koeien te melken. Dus dat was een dagelijks ritueel. Maar dat ritueel, dat kennen we niet meer. En daarom is het zo mooi dat het museum zo'n melker aangereikt wordt. Want dan breng je het weer tot leven hoe het in vroegere jaren ging in die boerderij. U heeft deze paardenwagen geschonken aan het Forus. Hoe bent u eraan gekomen? Ik heb hem kunnen bemachtigen ongeveer 17, 18 jaar geleden. Hij is het laatst in gebruik geweest bij familie Ter Beek op de Wilhelminastraat. En bij mij weten is het ook het laatste exemplaar wat toen nog op de weg is geweest. Daarna is het alles vervangen door tractoren en andere machines. En het paard? Het paard is van het museum. Dat stond hier al. U bent een toerist uit Brabant. Hoe heeft u ons dorp gevonden? Nou, wij zijn met de plaatselijke brandweer een dagje uit. En Pieter-Jan Koelewijn stapt bij ons op de markt met zijn viskraam. En die zei dat hier visserijdag was en dat er wel iets leuks was om een dagje naartoe te gaan. Dus dat hebben we gedaan bij deze. En wat vindt u er leuk aan? Ja, het nostalgische gebeuren. En de bodders, de boten, ja, de paarlijke rokerij. Begrijpt u het ook allemaal? Want in Brabant was natuurlijk geen visserij. En hier is Spakenburg volop. Ziet u ook allemaal wat ze doen en begrijpt u dat ook allemaal? Ja, alles wordt ook wel duidelijk uitgelegd. We praten allemaal gewoon Nederlands, dus als je iets wilt weten, dan vraag je het en dan krijg je goed duidelijke uitleg.